Ja, ik ben blij, want ik was hier gekomen verleden jaar. En ik wil alles doen om mijn contract te verlengen. En nu het is gebeurd, dus ik ben blij om hier te blijven, want het is een mooie club. Met mooie supporters, de sfeer in de groep is heel goed. En ik vind de stad ook goed, dus ik ben blij om te worden. Ja, ik voel me thuis, want iedereen kan praten Nederlands met de andere speler. Ik ben goed geïntegreerd in de groep. Het is een familie, de sfeer is zeer goed tussen ons. We lachen altijd. We hebben een mooie stage gedaan met verschillende activiteiten. En het is altijd leuk, want we lachen altijd. En tussen ons is het goed. Ik wil de tweede doelman worden. En dan, je weet het nooit in de voetbal, dat gaat snel. Dus ik heb mijn kans gepakt en nu ik kan spelen. Dus ik ben blij over dat en ik hoop ook de play-off in kunnen spelen. Ik denk dat de play-off we spelen tegen Agent zondag. Iedereen is klaar voor deze wedstrijd. We hebben een goede stage gedaan. Iedereen is klaar, fysiek en zo. Dus we hebben hard getraind ook deze week. En nu het is een beetje voor de conditie. En iedereen moet focus zijn voor zondag, maar iedereen is klaar voor. We moeten alles doen in elke match, want we zijn outsider in deze play-off 1. En ik hoop dat we kunnen elke ploeg een beetje ontbeteren. En ook thuis, we willen een paar wedstrijden winnen ook voor de supporters. Dus ik hoop dat we mogen de plaats nummer 4 nemen. Maar we hebben schrik van niemand, dus we hebben daar al gewonnen. 0-1, dus waarom niet een tweede keer? Het is een goede ploeg, het is een beetje een derby hier. En het is een belangrijke wedstrijd, want de coach was ook hier verleden jaar. Maar we hebben geen stress. Ze hebben de druk en we gaan naar daar voor iets te doen en voor de drie punten misschien.